Paarden rijden aan. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start aan de buitenzijde Gently Boko die de leiding neemt. Gently Boko heeft een lengtevoorsprong genomen. Exigeant Meadow gaat naar de tweede plaats. En daarachter volgt dan Amy van Jip met verder weg in het veld Danny Terzijpen. Daarachter is het dan Fleur Europort en die wordt nog vooraf gegaan door Giel van Kamstra. Achterstand is erop gelopen bij het ronden van de eerste bocht door Elias DF en het thans springende Gerco Impuls. En de paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune. Voor uitgeschakeld nummer 6, galop nummer 6. Gerco Impuls is uitgeschakeld en de paarden zijn halverwege de rechte lijn voor de tribune met aan de leiding Gently Boko. Gently Boko heeft een lengtevoorsprong. Daar komt aan de buitenzijde Giel van Kamstra nu naar voren en heeft een driekwart lengtevoorsprong genomen op Gently Boko. Zo gaan de paarden de IJsclub bocht in. De derde plaats is erachter voor Exigeant Meadow. Die wordt gevolgd door Danny Terzijpen met Fleur Europort. En daarachter is het Amy van Jip. Grote achterstand voor Elias DF. En de paarden zijn thans aan de overzijde van de baan halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Nog altijd aan de kop Giel van Kamstra. Giel van Kamstra heeft zich met een lengtevoorsprong aan het front van het veld genesteld. Op de tweede plaats erachter Gently Boko. Exigeant Meadow volgt in derde positie. De vierde plaats voor Danny Terzijpen. En erachter aan de buitenzijde het eerste paard in het tweede spoor. Fleur Europort, die gaat progressie boeken. Daarachter volgt dan Amy van Jip. En op jacht naar aansluiting is de nummer 4 Elias DF. En de galopade zien we daar voor de koploper. Uitgeschakeld nummer 8. Galop nummer 8. Giel van Kamstra springt weg en wordt uitgeschakeld. Als de paarden dan nu in de rechte lijn voor de tribune zijn, straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. Met aan de kop op dit ogenblik Gently Boko. Gently Boko een lengtevoorsprong op Exigeant Meadow. Fleur Europort in attackerende positie in het tweede spoor. En daarachter volgt Danny Terzijpen. Die neemt de rug van Brian Vader. En daarachter volgt dan Elias DF in aangesloten vorm. En achterstand is voor Amy van Jip. Als de paarden voor de laatste maal de IJsclubbocht doorkomen op weg naar de overkant van de baan. Met onveranderd de bolletjestruidrager Danny Brouwer. Met Gently Boko, die het veld nog altijd aanvoert. Doet dat met een lengtevoorsprong. Op gezamenlijk vanaf de binnenzijde gezien Exigeant Meadow en Fleur Europort in tweede spoor. Arend tevreden komt met Elias DF naar voren. Dat wil hij althans, maar dat lukt op dit moment nog niet. Want hij moet door het dure derde spoor. En laatste van het pelotonnetje is nu Danny Terzijpen. En de paarden zijn nu in de laatste bocht. En in de kroon van de laatste bocht is het nog altijd Danny Brouwer die met Gently Boko de eerste viool speelt. Op de tweede plaats erachter Exigeant Meadow, Elias DF in derde positie. En dit is de laatste rechte lijn. 150 meter nog te gaan. En nog altijd Gently Boko. We gaan kijken of hij de aanvallen kan afslaan. Gently Boko. Aardpols met Exigeant Meadow ligt tweede. Probeert dichterbij te komen. Lukt niet. Aan de buitenkant komt Elias DF. Maar het is Gently Boko met Danny Brouwer. Wint het hier. Exigeant Meadow tweede. Elias DF derde. En vierde wordt Danny Terzijpen. Dat was de zevende koers, dames en heren.